Hallo iedereen, welkom terug op Neil Space. Hi guys, welcome back to Neil Space. This video will be in Dutch, so be sure to turn on your subtitles by clicking on one of the buttons right here. Soon I'll be back with more English content. Ik ben Neil en ik studeer nu 1 jaar geneeskunde in Gent. Sinds mijn laatste video over het ingangsexamen kreeg ik heel wat berichtjes op Instagram met vragen. En in deze video ga ik die algemeen beantwoorden. Het is belangrijk om te weten dat niet alles wat ik zeg voor u zal werken. Er is niet één bepaalde methode waarbij je 100% zeker bent dat je zal slagen. Haal er gewoon uit wat voor u handig zou kunnen zijn en u kan helpen om het toch een beetje beter te doen. Abonneer op mijn kanaal en like deze video voor goede karma. Dus ja, dit zijn alle onderwerpen en laten we beginnen. Wat is de beste studierichting om te slagen voor het ingangsexamen? Ik raad aan om een richting te doen met wetenschappen en wiskunde als hoofdvakken. Ikzelf heb Grieks, wetenschappen en wiskunde gestudeerd. Een taal erbij nemen, zoals bij mij Grieks, kan denk ik wel zorgen voor een lichte tot matige voorsprong bij het tekstgedeelte, maar het is niet noodzakelijk ofzo. Kan ik nog slagen voor het toelatingsexamen als ik geen 6 uur wiskunde of wetenschappen heb gehad? Ik denk echt wel dat dat mogelijk moet zijn, zolang je maar vroeg genoeg begint. Ik zou aanraden om een duidelijk theorieboek te kopen en op basis daarvan dan zelf studie te doen. Maak ook zeker voldoende oefeningen op sites zoals Q6. Ik kom daar later wel nog op terug. Want op die manier krijg je de leerstof en zo de werkwijze van de oefeningen veel beter onder de knie. Waar vind je de motivatie om tijdens de vakanties te studeren? Ik weet dat het tijdens de vakanties heel verleidelijk kan zijn om niet te studeren of af te dwalen en niet te concentreren. Ik raad aan om een planning op te stellen waarin duidelijk staat wat je welke dag wil bereiken en zo je doelen eigenlijk op te stellen. Het is even doorbijten, maar wees ook niet te hard voor jezelf. Ik ben bijvoorbeeld iemand die vooral 's ochtends en overdag studeert. Maar dan 's avonds ging ik wel nog af en toe weg met mijn vrienden. Gewoon niet te laat en met mate. Want je moet ook wel zorgen dat je er mentaal niet onderdoor gaat en zo. Ik haalde ook veel motivatie uit gewoon de gedachte van dit is echt wat ik wil. Het is altijd leuker als je direct kan starten en niet eerst een jaar iets anders moet doen. Zijn de oefeningen van Q6 voldoende om te kunnen slagen? Je hebt natuurlijk wel een bepaalde basis nodig om aan de oefeningen te kunnen beginnen. Maar de oefeningen op Q6 zijn echt wel een heel goede voorbereiding op het ingangsexamen. Ik had zelf wel een bepaalde methode waarop ik de oefeningen maakte. Elke dag koos ik een ander vak en dan zette ik de verschillende tabbladen met de verschillende onderwerpen open. Dan per oefening wisselde ik af van onderwerp om van elk onderwerp voldoende gezien te hebben. Sommige mensen hebben wel wat meer structuur nodig en dan raad ik aan om misschien per onderwerp te werk te gaan. Maar dat moet je zo zelf wel uitzoeken. Het is ook super normaal dat je de oefeningen eerst niet zo goed zult kunnen. Gewoon even doorzetten, maak voldoende oefeningen, kijk naar de oplossing hoe je het moet maken. En op den duur ga je wel doorkrijgen hoe je te werk moet gaan. En dan wordt het eigenlijk wel leuk zelfs als het zo vlot gaat. En ja, dat is fijn. Q6 heeft niet zoveel vragen over biologie, maar biologie is sowieso kennis vooral. Dus ik heb daar zelf eigenlijk ook meer gefocust op de leerstof die in de handboeken stond en minder op oefeningen ofzo. Waarvoor zou je het handboek van de ACCO aanbevelen? De ACCO verkoopt zo alle cursussen aan de studenten van de Universiteit Gent. En je kan daar ook deze handboeken kopen. Ik heb die geleend van iemand die ook geslaagd is voor het ingangsexamen. Het oefenboek vond ik niet echt noodzakelijk, aangezien je al heel veel terugvindt op Q6. En ik heb eigenlijk alleen Q6 gebruikt. Het theorieboek vond ik wel handig om zo dingen beter te begrijpen en een beter overzicht te hebben van de leerstof. Ik heb het vooral gebruikt voor zo fysica en dan meer bepaald bijvoorbeeld elektromagnetisme. Is het normaal dat ik me onzeker voel? Ik doe heel hard mijn best, maar ben toch bang dat het niet voldoende is. En heb het gevoel dat anderen slimmer zijn en het beter zullen doen. Het is zeker normaal als je het zo even niet meer ziet zitten. Ik heb zelf ook paniekaanvallen gehad van oh nee, het gaat niet lukken. Maar ja, kijk, uiteindelijk is het toch gelukt. Het is natuurlijk wel een grote pak leerstof.
En als zo'n klein stukje niet lukt, dan begin je daarop te focussen en dan is dat direct heel stresserend. Probeer dan even bij jezelf stil te staan en na te denken van wat zijn de dingen die ik al goed kan, waar moet ik gaan werken. Ook op het examen is het normaal dat je niet alle vragen gaat kunnen beantwoorden. En probeer overal toch iets positiefs uit te vinden. Doe je best, ga ervoor en zelfs als het nu niet goed zou lukken, dan leer je daar dingen uit. Ik zelf heb geprobeerd om mij zo weinig mogelijk met anderen te vergelijken. Uiteindelijk ben jij het die wilt slagen, dus focus gewoon op jezelf. Je kan natuurlijk wel dingen van elkaar bijleren. Zoek een paar mensen bij wie je steun kan zoeken, kan klagen en gewoon vragen kan stellen. Probeer uw medestudenten niet te veel als concurrentie te zien, maar meer als medespelers eigenlijk. Ik denk dat je het anders mentaal heel moeilijk gaat krijgen. Ligt de césuur altijd rond 140. In het eerste jaar lag de césuur op 120, dus iedereen die de helft had, was er eigenlijk gewoon door. Maar het jaar daarop, dus in het jaar dat ik meedeed, waren de scores hoger en moest je 142 op 240 halen om te slagen. Je kan er eigenlijk niet zoveel uit afleiden. Mijn eigen doel was dan eigenlijk ook gewoon om zo hoog mogelijk te scoren. In 2020 krijgen jullie nu ineens veel meer tijd om te studeren. Dus ik denk eigenlijk wel dat de scores hoger zullen liggen. Dus de césuur zal misschien ook wat hoger zijn. Doe gewoon je best. En verwijt jezelf niet als je nu echt onder die césuur zou zitten. Het is ook al een prestatie om er gewoon door te zijn. Wanneer is het gepast om te gokken? Zelf vulde ik eerst de vragen in waarvan ik vrij zeker was. En dan maakte ik een afweging van hoeveel vragen wil ik nu nog juist hebben om zo misschien de césuur te halen. Dat is zo, ja, gewoon een afweging eigenlijk. Als je twijfelt tussen twee antwoordmogelijkheden, zou ik echt gewoon aanraden om te gokken, denk ik. En anders is het echt gewoon een afweging. Probeer je waarden ook eens in formules te stoppen die op het formularium staan. En misschien kom je zo wel iets uit. Ik wil ook nog vermelden dat het belangrijk is om goed te kijken of je wel het juiste berekend hebt. Sommige vragen zijn namelijk zo opgesteld dat als je een te gemakkelijke, maar eigenlijk foute werkwijze gebruikt, je toch één van de foute antwoordmogelijkheden zult uitkomen. Dus zeker herlezen. Tot slot waren er ook wel mensen die vroegen wat ik zelf van de richting vond. Ik ben zelf echt al super blij met mijn keuze. Geneeskunde is echt wat ik wou doen. De richting is gevarieerd. Je hebt zo wetenschappelijke vakken, maatschappelijke vakken, theoretische vakken, praktische vakken. Natuurlijk, sommige dingen vind je op het moment zelf wat saaier. Maar achteraf ben ik wel tevreden dat ik het heb gehad. Als je zit twijfelen tussen twee richtingen, dan raad ik aan om de vakken goed te vergelijken. Ik heb een vriendin, Amy. Haar ouders hadden haar ingeschreven voor het ingangsexamen. Zelf had zij altijd de intentie om burgerlijk ingenieur te doen. Uiteindelijk was ze erdoor. Dan vergeleek ze de vakken en bleek geneeskunde toch meer haar ding. En nu doet ze geneeskunde. Natuurlijk, ik ken ook iemand die het omgekeerde had. Ze was aan geneeskunde begonnen. En dan is ze overgeschakeld naar burgerlijk ingenieur. Dus je moet echt gewoon wat vergelijken van wat is je ding. En zelfs al start je aan de verkeerde richting, op het begin van het jaar kan je wel nog wisselen zonder dat dat veel effect zal hebben op je resultaten. Misschien moet ik ook gewoon eens een video maken van wat je kan verwachten van het eerste jaar geneeskunde aan de UGent. Zodat mensen wat beter kunnen zien van ja, is dat iets voor mij of niet. Dit waren alle vragen die ik genoteerd had. Aarzel zeker niet om zelf nog vragen achter te laten in de reacties. Ik beantwoord het eigenlijk echt wel gewoon graag. Dus ja, veel succes met het ingangsexamen. En misschien tot de volgende video. This is love.